en welkom bij weer een hele nieuwe Let's Play Wednesday. Vandaag gaan we een Roblox-spel spelen genaamd IQ Obby. Ik heb best wel veel video's hierover gezien en het schijnt dus dat het echt een hele, hele, hele moeilijke obby is. Ik weet zelf dat ik redelijk goed ben in obby's, dus ik ben heel erg benieuwd of me dit een beetje gaat lukken. We gaan het zien, maar voordat we gaan beginnen heb ik nog een hele leuke challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven, alleen welke hand moet je ervoor gebruiken? Dat hangt ervan af. Bekijk je deze video vanuit je huis? Gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. En ben je op dit moment niet thuis, gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Ik heb echt ontzettend veel zin in het spel, dus laten we beginnen. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik best wel zenuwachtig ben voor deze game. Want wat als het me niet lukt om gewoon door de eerste stage te gaan? Oh, dit vind ik wel heel erg leuk. Het is gewoon een regenboogloopband. Oh, maar op deze manier kan ik ietsje sneller. Oké. Oh! Dat ging wel heel erg goed. Oké, volgens mij moet ik op de rode dingetjes... Goed, dat is good to know. Ik heb het gevoel dat ik hierop moet gaan springen. Nou, ik laat... Oh, huh? Misschien moet ik heel snel springen. Ah! Nee, ik ga toch dood. Hè? Huh? Ja, zie je wel. Ik moest er dus tussendoor springen. Kijk eens eventjes. Ik heb ze al heel snel door. Dat is supergoed. En nu heb je natuurlijk deze pijltjes die hier naartoe wijzen. Maar ik ga toch op het rood staan. Yes. Tot nu toe moet je gewoon het tegenovergestelde doen van wat je moet doen. Ik denk dat ik dit niet mag aanraken. Zal ik het proberen? Oh, het kan wel gewoon. Ik kan hierop springen. Oh, maar die derde lukt dus weer niet. Oké, weet je wat? We gaan gewoon zo doen. En dan kan je hier omheen springen. Zo. Oh jeetje. Yes! Wow! Ik ben echt heel erg blij. Tot nu toe gaat het super goed. Nu denk ik dat ik hier in deze lege stukjes moet. Yes! En dan moet ik vooral niet het wit aanraken. Jongens, ik ben zo ontzettend trots op mezelf. Ik vind het echt heel erg gek dat je wel gewoon op, zeg maar, de lege stukken ertussen moet gaan springen. Maar ja, je moet toch wat, hè? Oké, helaas. Oké, ik ga gewoon over de... Nee. Groen is het niet. Dan misschien rood. Nee. Wacht. Ik liep hier, hè? Ik ga hier proberen. Nee! Ook niet. Nou, dan is het blauw, hoor. Ja, het is blauw. Zal ik hier overheen springen? Denk je dat ik dit moet aanraken? Nee. Oh my god. Ik zit nu gewoon heel erg moeilijk te denken. Zo, wat was dat voor geluid? Dus ik ga hier overheen en dan op het tussenstukje. Yes! We gaan nu door. Moet ik hier... Waar loop ik? Oké, ik denk dat ik misschien het pad moet volgen, maar dan vanaf hierboven. Te grappig. Yeah! Woe! We gaan nu heel goed. Ik ging dus eigenlijk automatisch op het grijze, maar daar moest ik dus niet op lopen. Ik moet op deze rode stukjes lopen. Tada! Yes! We gaan door. Deze grote ballen, daar kan ik dus niet op staan. Dat was mijn ding. Maar waar moet ik dan wel op staan? Oh, er is hier een pad gewoon tussendoor in het midden. Maar hoe kom ik... Nee! Hoe kom ik dan naar boven? Hoe moet ik dit doen? Oh, hier is het... Oh! Het is een soort van ladder waar je overheen klimt. Yes! Nou, Jamila, trust the process. Even kijken wat ik hier moet doen. Ik zou toch denken dat ik hierop moet springen. Maar ik denk dat het dan een soort van onzichtbare platformen zijn. Ja, oké. Ik snap hem. Zo, en dan moet je er overheen. En dan overheen. Ik ga zoveel dood dat ik de hele tijd eigenlijk gewoon... dat blauwe bolletje om me heen heb. Hè, is eindelijk weg. Wat moet ik nu doen? Nee! Oké. Deze gaat naar rechts. Als ik nou eventjes zo blijf springen. Oh, dat is echt lastig. Dat is echt heel lastig. Oh, hij gaat dus ook weer naar links. Maar ik weet niet welke naar rechts gaat. Spring. Ik moet eventjes kijken hoe die anderen het gaan doen. Dat meisje ging echt super goed. We can do it. Als zij het kan doen, dan kan ik het ook. Yes! Oké. Dat was niet helemaal de bedoeling. Dus dit dingetje is heel gevaarlijk. Dus daar moeten we gewoon eventjes overheen springen. Nou, dat gaat helemaal niet goed. Dat is lastig. Dus als je springt, kom je vast te staan in de lucht. Hoe moet je dit doen? Oké, Lia, ga jij maar eventjes... Wow. Er zijn onzichtbare platformen. Yes! Yay! Dankjewel, Lia, voor het uitvogelen daarvan. Wat supergoed van haar. Oh ja, ik wil hier natuurlijk ook opspringen, maar dat hoeft niet. Je moet gewoon op het... Ik denk dat ik het weet. Je moet niet op die hoge pilaren springen. Gewoon op de kleintjes. Zo. En zo. Zo. Nah, makkie jongens. Het is zo makkelijk. Oh nee, wat moet ik nu doen?
Niet er tussendoor, Jamila. Oh, ik vind die blauwe cirkel eigenlijk wel vervelend. Huh? Oké. Ik snap het ook niet helemaal. Maar goed, je moet er dus een soort van doorheen of zo. En dan kan je alleen maar erbovenop springen. Het is een heel gek gevoel. Maar het lukt wel. En spring. Oh, ze is me helemaal op aan het wachten. Wat lief van haar. Oké, wat gebeurt er hier zo? Oh, ik wil niet dood. Misschien moet ik er overheen springen. Oh ja, ik kan er overheen lopen. Yes. Yay. Oké, het is een loopband. Maakt niet uit. We kunnen dit. Oh, ik mag deze platformen niet aanraken. Ah, ik vind het zo ontzettend frustrerend, maar het is ook wel heel erg leuk. Wow, ik deed het gewoon in één keer goed. Wat goed van mij. Je zou denken dat je hier overheen moet springen, maar dat ga ik niet doen. Ik ga er doorheen lopen. Ik ga eronder. Ik kan niet meer. Oké, dan ga ik hier op springen. Huh? Maar hoe kom ik in vredesnaam op platform naar boven? Misschien is er hier bij deze onzichtbare muur een platform rechts. Nee, als het onzichtbaar is, dan weet ik toch niet waar alles zit. Huh? Hoe lukte haar dat? Hoe deed ze dat? Oh, oké. Oh, ze laat het me zien. Dit heb ik gedaan in de Tower of Hell. Ik weet dat ik het kan. Ik weet dat ik het... Never mind. I can do it. Yes. Oké, nog een keer. I can do it. Yes. Yes. We zijn op het bovenste platform. Oké. Dan nu eroverheen springen, denk ik. Whee! Yeah. Oh nee, we moeten het nog een keer doen. Dat is nog een doorzichtige muur. Oh, waarom hebben ze dit 2 keer gedaan, jongens? Ja. Yeah. Oké. Yes. Ja. Yeah! Freedom. Oh, dat voelt echt zo ontzettend geweldig. Dus ik ga nu over de rode... Laat maar. Misschien toch meer op het grijs. Nee, dat is doorzichtig. Oké. Dan hier, op deze platformen. Spring. Zo. Ja. Oeh, ja. Yes. Oh, dat gaat goed. Wat is dit? Kan ik hierop lopen? Oh ja, ik kan erop lopen. Kom, maar nu niet meer. Oké, misschien als hij dit doet, dan moet ik deze kant op. Ja! Wow! IQ. Nou, ik voel echt heel erg trots dat ik dat heb gedaan. Hier weet ik niet wat ik moet doen. Oh, dit is een soort van onzichtbaar... Oké. Ik weet hoe het moet. Ik weet alleen niet waar het is. We doen maar wat. Ik klim nu op een onzichtbare muur. Yeah, I did it. Ik weet eerlijk gezegd gewoon niet precies hoe ik dit moet doen. Misschien moet ik heel snel springen. Oh, dat meisje kwam best wel ver eigenlijk. Het ding is, hij gaat de hele tijd naar links en naar rechts. Dus ik weet niet helemaal wat ik moet verwachten. Oké, dat lukte niet helemaal. Oké. Kom op. Oké. Ja, in het midden. Ah! Als je eerst loopt en daarna springt, zeg maar, dan moet je ergens ietsje verder komen. Dus lopen, springen. Yes! Yes! We zijn zeg maar hier begonnen. En we zijn helemaal hier naartoe gegaan. Dus we moeten nog eromheen. Hier zo. Gaat het me lukken om dit allemaal te halen? Ik weet het niet. Sommige dingen zijn echt heel erg lastig. Zoals deze. Ik weet niet wat ik moet doen. Oké. Ertussen... Oh. Hè? Dus iedere keer als ik op zo'n grijs blokje... Oh! Oh! Ze transporteren. Oké. Kan ik er om... Yes! Ik weet niet wat ik heb gedaan en hoe het me is gelukt, maar het is me gelukt. Weet je wat? We gaan er gewoon maar niet over nadenken. We gaan eventjes door naar deze doorzichtige dingen. Oké, goed. Ik ga hier zo op het rood lopen, want ik denk dat dat wel veilig is. Yes, en het lukt me gewoon. Oh, hier kan je er niet doorheen. Dus we moeten wel gewoon op dit grijs springen. Dat is raar. Dat is heel raar. Ik kan niet door deze onzichtbare muur. Oh, maar het is een soort van... Oh, het is een soort van platform waar je dus op moet springen. Aha. Maar hoe doe ik dit dan? Oké. Ja, prima. Ik weet niet hoe ik dat heb gedaan. Maar ik ben wel heel erg blij dat het is gelukt. Ik ga hier gewoon lopen tot... Oh nee. Ik dacht, dit is gewoon eigenlijk al de moeilijkheidsgraad. Oh, ik weet wat het is. Zodra die hierboven komt, dan ga je dood. Dus, oh, never mind. Dus een soort van onzichtbaar platform dat je doodmaakt. Dus die mag je niet aanraken. Zodra deze naar beneden gaat, moet ik lopen. Yes. Ik dacht, nou, hier spring ik eventjes omheen. Maar dit ding is best wel groot en dik. Even kijken of hier onzichtbare muren zijn. Nee. Is er een onzichtbaar... Nee, daar ook niet. Hoe moet ik dit doen? Ik moet het gewoon maar een beetje uitproberen hoe ik dit uit ga vogelen. Ik heb van alles geprobeerd, maar ik zie geen onzichtbare platformen of zo. Wat gebeurt? Oké. De zijkanten zijn gewoon doorzichtig. Je kan er doorheen lopen. Oh, dit is wel heel erg gezellig hier zo in het boxje. Oké. Nu wil ik eruit. Ik ga hier via de zijkant. Go. Nee. Oh, deze andere kant is dan weer niet. Oké, dus ik moet ook weer gewoon via deze kant... Ah!
Oké, ik ga het nog een keertje proberen, want er zit hier dus gewoon een muur. Ik kan er niet langs springen. Dus ergens moet ik gewoon kijken in deze box of er hier iets is. Even oh! Wat? Wat? Yes! Het is me gelukt. Oh, nee. Dat had ik niet moeten doen. Maakt niet uit, maakt niet uit. Ik kan opnieuw. Ja, ik kan erop springen. En is dat dan de kant waar ik naartoe moet? Yes! Yes! Eindelijk, jongens. En wat moet ik hier dan mee doen? Oké, dat is... goed. Ik snap wat ik moet doen. Ik moet hier lopen. Ah! Ik moet dus meelopen met het ding. En ervoor zorgen dat ik niet dat grijs aanraak. Dat is lastig. Dat is lastig. Maar ik kan het wel. Ik kan het wel. Ik kan het wel. Ik kan het. Ik kan het. Ik kan het. Ik kan het! Bijna. Maar dat andere platform is zo ver. Ik sprong er toch over? Wat is dit nou weer voor spel? We staan erop. Dit gaat hem worden. Dit gaat hem worden, jongens. Dit gaat hem worden. Yes. Een stukje terug. En dan een stukje door. En dan... Oh, yes. Het voelt zo goed als ik het heb gehaald. Oké, wat is dit nou weer voor iets? Oh, ik sta nu vast. Hè? Oké, er is hier weer zo'n doorzichtige muur waar ik niet overheen kan. Of toch een soort van wel. Oh, er zijn gewoon kleine stukjes waar je wel doorheen kan lopen. Dus een soort... Oh, het is gewoon een doolhofje. Ja! Yes! Goed, ik dacht gewoon je moet zigzaggen of zo. Maar op een gegeven moment kwam ik wel vast te zitten. Maar het maakt niet uit. We can do this. We can do this. Ja, dit is lastig. Ik neem aan dat ik dat rode platform niet mag aanraken. Je kan dus niet springen. Wat? Hoe dan? Oké, dus iedere keer als je springt, val je naar achter. Door de zwaartekracht. Dat is logisch. Dus het is een soort van, ik moet er overheen klimmen en dan naar achter... Hè? Blijf staan, blijf staan. Ja, goed zo. En nou eventjes weer op het randje staan. Ja. Kijk, zo doen we dat. Zo doen we dat. Zo dicht bij het einde. En nog ga ik dood. Ja, that's me. Het is echt... Ik kan het niet. Deze game, te veel. Het is te veel voor mij. Ik ben er. Zo, gaat goed. Ik ga eventjes tot het uiteinde lopen, tot ik echt niet meer verder kan. En dan, ha, springen. Voelt goed. Oké, deze pijl wijst op het rood. Ja, dus ik dacht, dan moet je waarschijnlijk niet op het rood gaan lopen. Oh. Het is een lopende band. Dus ik moet eigenlijk een soort van... Ik moet springen. Nee, maar iedere keer als ik spring, dan ga ik al dood. Wacht eens eventjes. Is er hieronder een platform? Nee, ook niet. Hoe moet ik dan weten waar de dingen zijn? Ik ga eventjes kijken wat deze gast doet. Misschien weet iemand wat ze moeten doen. Nee, zij weet het ook niet. Oh, Hij stond gewoon stil. Hoe deed hij dat? Op de een of andere manier lukt het om gewoon stil te staan op dit platform. Oh, dus je moet er gewoon niet rennend oplopen. Wow. Het is een slow motion platform. Wat grappig. Oké, nu dat ik weet hoe het werkt. Nu is het ineens wel heel erg leuk en te doen. Oké, ik ga gewoon heel voorzichtig lopen. Kijk mij nou schattig zijn met dat leuke konijnentasje. Oh. En doorlopen. Ja. Oh, die andere twee hebben het gewoon opgegeven. Zij denken, laat maar zitten, jongens. Nou, ik ga hier gewoon... Ja, ik had niet verwacht dat dat zou gebeuren. Nee. Is er dan een doorzichtig... Ja, er is een doorzichtig platform. En hier ook. En hier ook. Het verbaast me dat het zo makkelijk ging. Ik neem aan dat ik op het rood moet lopen of zo. Dat ik het aan moet raken. Zal ik het eens proberen? Oké, dat ging gewoon niet zo heel erg goed. Het leek alsof ik gewoon helemaal niet dood ging door het rood. Oké, die platformen die zijn niet helemaal geldig. Dus weet je wat? Ik ga hier... Ja, slim. Oh, ik voel me echt heel erg slim nu dat me dat is gelukt. Zou ik gewoon op het rood springen? Ik ga het doen. Huh, het lukt. Ja, oké, goed. Maar nu kunnen we... Oh, wow! Oh, wat fijn. Er waren zo ontzettend veel lastige platformen. En nu gaat het gewoon eventjes 3 keer achter elkaar goed. Dus, oké. Er is hier een stukje dat ik niet aan mag raken, denk ik. Dus ik ga daar eventjes langs. Top. En dan moet ik hier zo aan deze kant zo klimmen. En dan lukt het me weer. Woehee, springen. Woe. Wauw, supergoed. Ik ga hier op de... Ja, op de plekken ertussen. Nou, dat ging echt heel erg goed. Maar het idee was juist. Op de plekken ertussen. En dan kan je er wel springen. Oeh. Ik was er bijna. Maar het gaat goed. Als ik deze dus aanraak, ga ik dood. Dus dat wil ik absoluut niet. En go. Ja. Oh, bijna. Kom op, Jamila. You can do it. Het is echt heel lastig. Het is veel makkelijker in het echt. Want dan kan je gewoon een beetje vaart maken. En dan ben je er. Woe. Zal ik hier overheen lopen? Oh, het lukt. Het lukt gewoon. Maar het voelt eigenlijk te makkelijk. Maar ja, aan de andere kant kan je hier natuurlijk ook wel van afvallen. Dus dat is ook niet helemaal de bedoeling. Ik doe het heel voorzichtig. Ja, ik ben er. Ik ga op de rode platform staan. Ja, yes. Rood. Oh, ik was even bang dat ze gingen switchen. Wow. Kijk hoe tof dit eruit ziet. Wacht, ik moet even een Instagram foto maken zo. Ka-ching!
Nou, niet helemaal symmetrisch, maar het ziet er wel leuk uit. Wauw. Oké, helemaal. Kijk niet. Kijk, ja, goed zo. Kijk eventjes naar de camera. We gaan er doorheen lopen. Oh, dit is echt cool. Oké, dus dat waren gewoon een paar makkelijke... Nevermind. Ja, hoe moet ik dit dan doen? Ik ging dood daar op het einde. Dus er is een soort van muur? Oké. Ik weet het. Ik moet hier overheen lopen. Dat is het. Dat is het gewoon. Simpel als dat. Maar het was wel heel erg leuk om daar binnenin te zijn. Want het zag er super gaaf uit. Oeh, volgens mij zijn we nu wel echt heel erg ver. Laat ik nog eventjes helemaal uitzoomen. Wow. Hier waren we begonnen. Dus we hebben zo'n cirkel gemaakt tot aan hier. Maar we moeten dat nog een keertje doen. Ik denk dat het nu wel een goed moment is. Want we zijn ongeveer op de helft. Om te stoppen. Want we hebben net een paar hele goede levels gehad. Waar het echt fijn voelde. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe ik nu eigenlijk door deze deur heen moet. Maar dat bewaar ik voor deel 2. Dus laat me zeker eventjes weten als je deel 2 graag wilt zien. Maar voor nu was het in ieder geval heel erg leuk om te spelen. Als je dit gedeelte van de video ziet, dat betekent dat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. Die is, wat is jouw beste vak op school? Ik ben er heel erg benieuwd naar. Laat me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!